De Verenigde Naties meet jaarlijks welke landen het gelukkig zijn. Hierbij worden 165 landen gerangschikt in de World Happiness Report. Nederland staat al jaren in de top 10 en claimt momenteel de 6e plek in de lijst. Maar hoe komt dit? En wat betekent geluk nou eigenlijk? Nou, we gebruiken de Nederlandse taal als iets is gelukt. Dus als we kijken naar het verleden. We zeggen van, hey, ik ben gelukkig als we ons nu euforisch of blij voelen. Maar soms kunnen we ook zeggen van, iemand is op zoek naar geluk. Dus dan zeggen we een soort van hoopvol streven naar de toekomst. In deze aflevering nemen we je mee in onze zoektocht naar de definitie van geluk in Nederland. We spreken met millennials en experts, waarbij we een kritische vraag stellen. Zijn we eigenlijk wel zo gelukkig als dat we zeggen? Ik bedoel, als je het nodig vindt om te klagen over het weer, dat betekent dat er dus niet heel veel slechts gaande is in je leven, toch? Ja, dat wou ik zeggen. Koud, hè? Not the G. Richelle, Jacques, Irene en Berend. 4 millennials die zichzelf eigenlijk erg gelukkig prijzen. Geluk wordt door de meeste mensen voor lief genomen. En ondanks dat we allemaal goed potje kunnen klagen, zijn we wel een heel gelukkig land. Deze 4, die hebben wel een idee waarom. Iedereen kan hier zijn eigen gelukje vinden, om het zo maar even te zeggen. Ik denk dat als dat lukt. Ik denk dat ook wel komt omdat we klagen wel heel veel, maar eigenlijk hebben we niet zoveel te klagen. Ik moet zeggen, geluk is sowieso een begrip dat slecht te definiëren valt. Ja, als je het aan mij zou vragen, ik zou het niet weten. Ja, het is heel lastig te zeggen van wat is nou geluk? Net zoals, probeer maar eens de kleur groen in woorden te omschrijven. Dat lukt niet. Dat geluk lastig te omschrijven is, wordt niet alleen bevestigd door ons millennials, maar dus ook door de experts. Geluk is voor iedereen anders. En toch ergens ook weer hetzelfde. Maar hoe weten we of we echt geluk ervaren? En zijn er dan ook verschillende vormen van geluk? Een van de definities die mij wel boeit is die van de London School of Economics, waarin men zegt, happiness is feeling good while doing good. En daarin zitten de 3 niveaus van geluk. Feeling good is the pleasant life, while doing is the engaged life, while doing good is the meaningful life. Het plezierig leven zegt hij eigenlijk, dat is eigenlijk een soort van hedonistische leefstijl. We zijn dus heel erg bezig met zoveel mogelijk plezier. En hoe vaak je plezier hebt, hoe meer je eigenlijk kan spreken van een gelukkig leven. De volgende fase is dat je naar het goede leven gaat. Nou, wat is het goede leven? Dat is dan eigenlijk dat je meer vanuit je talenten en je passies gaat benutten. Wat is dan het zinvolle leven? Dat is dus eigenlijk dat je jouw talenten, dus eigenlijk jouw unieke gift, eigenlijk gaat delen met de wereld. Dus dat is eigenlijk de vraag van, het gaat niet om mij, het gaat niet om mijn eigen plezier en voldoening, maar meer van, hoe kan ik bijdragen aan het grote geheel? Ik heb dat nog wel eens gehad. Stond ik op station Eindhoven te wachten op mijn trein, want ik had vertraging met de vorige, dus ik moest een kwartier of een half uur wachten. En toen zag ik een blinde man zag ik uitstappen uit een trein. En iedereen was gewoon zijn eigen dingen doen, je weet al, oortjes, telefoon, alles. Ik denk, fuck it, ik kan hier ook al blijven staan. Maar ik kan ook met die man meelopen en zorgen dat die man sneller de uitweg vindt. Dan zijn we samen naar de trap gelopen, zijn de trap afgegaan. En dan heb ik hem naar de taxi gebracht, of waar dat hij dan uit het station kon, waar hij moest uitchecken en ik weer terugliep. Toen had ik wel even zoiets van, dit is wel iets wat mijn dag maakt, wat zijn dag maakt. En het is heel klein, ik had ook daar kunnen blijven staan en gewoon muziek kunnen blijven luisteren. De Wereldgelukslijst meet geluk aan de hand van verschillende factoren. Factoren zoals educatie, welvaart, zorg en veiligheid. Nederlanders beoordelen hun leven gemiddeld met een 7,8. Maar meten deze factoren wel echt ons nationaal geluk? Of is het slechts een oppervlakkige indicator? Waar ben je tevreden mee? Ben je tevreden met het opleidingsniveau, met de sociale voorzieningen die er zijn? Wat is er voor daklozen en werklozen geregeld? Hoeveel mensen zitten er onder of beneden de armoedegrens? Noem maar op, dat zijn eigenlijk hele maatschappelijke, eigenlijk sociologische factoren. Wordt er naar gekeken van hoe scoren we daar? Scoren we boven gemiddeld of scoren we daar onder gemiddeld op? Nou, en dan kunnen op een gegeven moment de benchmark zeggen, Nederland doet het goed. Maar als we kijken naar het groeiend aantal burn-outs, depressies, maar ook zelfmoorden, volgens mij kunnen we dan onszelf ook een hele kritische vraag stellen van, zijn we eigenlijk wel echt gelukkiger? En dat denk ik niet. Dat denk ik niet. Dus als je kijkt naar middelbare scholieren, maar ook studenten en zo, en het komt vooral omdat de babyboomers vroeger heel hard moesten werken om Nederland weer op te bouwen. Dus die hebben heel hard moeten werken om
dit, zeg maar, ja, om, ja, om dit te realiseren. En daardoor ligt er ook gewoon een druk op onze generatie en ook een beetje de generatie voor ons om gewoon fucking hard te moeten presteren, weet je wel. Als jij maar een beetje verdrietig bent of een beetje depressie, dan ben je gewoon ondankbaar. Van, ja, dat, daar hadden wij vroeger geen tijd voor. Maar het kan ook gewoon niet met school. En ja. We kunnen ook gewoon niet even... Soms kunnen we ook gewoon niet stilstaan. Maar als je weet dat je een dak boven je hoofd hebt en je hebt eten... En stel dat je niet gelukkig bent, zou je dat dan durven zeggen tegen mensen? Ik ben niet gelukkig, want je weet eigenlijk dat je het eigenlijk best wel goed hebt. Is dat, zou misschien ook een dingetje kunnen zijn dat Nederlanders soms helemaal niet durven te zeggen dat... Want wie zijn wij om te klagen? Toch, want we hebben het immers toch best wel goed. Maar dat is niet echt geluk. Ook al hebben we soms het gevoel dat we helemaal niet mogen klagen, is welvaart wel een factor dat geluk kan maken of breken. In de prestatiemaatschappij die we gewend zijn, associëren we succes toch vaak met geluk. We leren in onze maatschappij door vrienden, ouders, media van wat hoort, wat goed is. We hebben de overtuiging van hard werken loont door succes zijn, door succesvol te zijn, word je gelukkig. Maar ja, is dat wel zo? Nee, absoluut niet. Wat is succes? Dat succes kan niet gelijk staan met geluk, want het zijn twee hele andere dingen. Succes is iets dat wordt extrinsiek bepaald. Het zijn andere mensen die zeggen of jij het wel of niet gemaakt hebt. Terwijl geluk, dat is jij die tegen jezelf zegt, heb ik het nou wel of niet gemaakt? Mm-hmm. Als ik gewoon bij mezelf inderdaad zou kijken, geluk is een soort contentheid. Dat is iets dat komt van binnen jezelf. Daar hebben geen enkele externe factor heeft daarmee te maken. Ja, we zijn gaan denken dat geluk iets externs is. Hè? Dat we het ideale lief, het ideale geld, het ideale job moeten hebben. En ooit gaan we dan gelukkig zijn. Geluk is geen externe toestand, maar een innerlijke houding. We vinden vaak wat van mensen van vooroordelen, want we zien wat mensen doen. Maar als je nou weet dat we allemaal hetzelfde willen, eigenlijk gelukkig zijn... en liefde willen ontvangen. Hoe kan je dan geen compassie voor iemand anders opbrengen? Midden in de Belgische Ardennen ligt de spirituele leefgemeenschap Radadesh. Deze mensen staan ook wel bekend als de Hare Krishna's. In het kasteel en de huizen eromheen wordt er net wat anders geleefd dan in de maatschappij die de meeste van ons gewend zijn. En ondanks dat we in Nederland zo gelukkig zijn, zijn deze mensen toch hier gaan wonen om hun geluk te vinden. We hebben hier ook een universiteit, die heet Bhaktivedanta College. En daar heb ik een bachelor's in theologie gedaan. En nadat ik daarmee bezig was, ben ik gewoon eigenlijk hier gebleven. En doe ik ook een normale baan zoals wat ik doe, grafisch ontwerpen. En daarnaast ben ik ook een muzikant, dus doe ik ook muziek daarnaast. Dus het is een geweldige plek om te blijven. Ik had een hele goede baan bij de overheid. Ik was met de auto, ik had mijn huis en voor alles en nog wat mijn kinderen hadden, voor alles wat ze wilden. En ja, is dat het nou? En zo is het eigenlijk voor mij een beetje gaan rollen. En ook een collega op een gegeven moment die vroeg me van, ja, denk je dat we deze baan over 30 jaar nog zullen doen? En toen had ik, nou, vele van mijn collega's zeiden, ja, waarom niet? Ja, het is een goede baan en zo. Maar ik had, nee, dat zie ik bij mij niet gebeuren. En dus toen ben ik op zoek gegaan en uiteindelijk ben ik op zoek gegaan naar mezelf eigenlijk. Voor mij was het meer dat ik niet de kansen had om wat mij gelukkig maakte, om dat te doen. En ik vind eigenlijk van wanneer je soms de gelegenheden niet hebt om te doen wat jou gelukkig maakt, dan word je heel snel depressed. Voor de mensen in Radadesh is geluk misschien wel beter gedefinieerd. En zij zijn er bewuster mee bezig dan wij. Geluk, super cheesy, maar is a state of mind. Inderdaad, dat je eigenlijk op elk moment gelukkig kan zijn. Maar soms is het gewoon moeilijker om het te zien. We zien eigenlijk sneller de dingen die niet zo fijn zijn, zoals onze pijn of als iemand niet zo aardig is tegen ons. Maar dat betekent dus niet dat we niet gelukkig zijn. Geluk is een keuze die je maakt. Een keuze die je dagelijks moet maken, maar ook dagelijks gedurende de dag moet kiezen om gelukkig te zijn. Zij maken het leven gewoon niet moeilijker dan het moet zijn. Ja, ze leven zo minimalistisch dat ze eigenlijk alle extra dingen die voor onrust zouden kunnen zorgen, gewoon al geen zorgen om hoeven te maken. En dat ze daardoor
in dat hele proces. Ik denk dat zij de puurste vorm van innerlijke geluk hebben. Ik denk dat ik het kan vergelijken met als ik naar mijn opa in Kenia ga. Mijn opa leeft ook best wel minimalistisch. Hij heeft gewoon een huis met water en al die dingen. Maar er is geen internet. Dus als ik naar mijn opa toe ga, dan weet ik ook dat ik gewoon 5 dagen niet met mijn vriendinnen kan praten. Of op Instagram of iets kan zitten. En het is zo raar, maar dat is de enige plek waar ik zeg maar kan slapen zonder dat ik 's nachts een keer wakker word of zo. Ja, ik weet niet. Ik merk dat als ik daar ben, dat ik gewoon ja, echt op mezelf kom en echt gewoon weer een beetje ja, een ring word, zeg maar, die ik zou willen zijn. Ja, zij kiezen daar oprecht meteen voor die rust, waar wij in tegenstelling die rust soms moeten vinden. Maar het is ook helemaal oké om in drukte je geluk te vinden. Ja. En zij vinden dat in die rust daar. En dat is heel mooi. Mm-hmm. En ik denk dat dat eigenlijk, ja, het past bij je of het past niet bij je. We weten wat de definitie van geluk is, wat voor niveaus erin zijn. We weten dat geluk eigenlijk niet te omschrijven is en dat het ook voor ieder persoon verschillend is. Geluk is iets wat er altijd al is, maar wat we niet altijd zien. Bij mij is het zo dat de zeg maar, negativiteit soms overhand heeft op de positiviteit en soms bepaalde dingen niet meer kan zien. En dat kan je van de buitenkant misschien niet zien bij mij, maar de binnenkant is dat echt heel erg. Wat mij vooral gelukkig maakt, is vooral dat ik me heel erg vasthoud aan de momenten dat ik zeg maar blij ben of blij kan zijn. Dus als ik blij ben, dan ben ik heel erg blij. Dat kan je ook zien. Dan ga ik lachen en dan, weet je, dan kan ik ook niet meer stoppen met lachen. En voor sommige mensen is het van, Jezus, is het nou een act of zo? Dan denk ik van, nee, ik ben zo gelukkig. En ik weet niet hoe lang dat gelukmomentje nog gaat duren. Dan is het dan meer voor ons de uitdaging om dan niet uit één zo'n grote keuze, maar meer de kleine keuzes die je elke dag maakt om te kiezen wie je bent, om daar dan het geluk uit te halen, om te zorgen dat elke keer dat je weer voor zo'n keuze komt te staan, dat jij diegene maakt die het dichtst bij je hart zit. Mm-hmm. Om zo elke dag toch weer een stukje dichter bij jezelf te komen. Ik denk wat mij gelukkig maakt is, ik denk me fijn voelen bij de mensen om mij heen. De mensen om mij heen gelukkig zien, maar ook in mezelf. Tegen mezelf kunnen zeggen, ik voel me goed, ik ben tevreden met waar ik nu ben en ik ben excited voor de toekomst. Dat maakt mij gelukkig. Ja.